Dag dames en heren, welkom in Birmingham voor de 20e aflevering van het Europese kampioenschap powerlifting. In de National Indoor Arena, zoals dat er heet. En dat is bij de Eurosportkijkers bekend als de arena waar de indoor athletics meetings plaatsvinden. We zien hier een aantal mogelijkheden. We hebben ze net in de sport gezien. We kijken nu press on bench. En er is nog een deadlift en dat lijkt allemaal zeer simpel. Maar ik kan u verzekeren dat deze mannen in staat zijn om 10 keer hun eigen lichaamsgewicht omhoog te tillen. Dit is de deadlift. Je moet het gewicht omhoog tillen tot de knieën gestrekt zijn. Schouders terug. En dan vindt de jury alles oké. En is deze poging geldig verklaard. We gaan beginnen met de 75 kilogram lift. Na de squat en de bench press is het Dimitri Soloviev die aan de leiding gaat met een totaal van maar liefst 502,5 kilogram. En samen met Alexei Nepsev uit Rusland en Siardutin Bezev uit de Oekraïne die vlak achter hen liggen. 22 jaar oud, het is de tweede poging, 270 kilo. Soloviev heeft al 270 kilo omhoog gebracht en Bazhev 280. Dat betekent dat deze poging hem in elk geval in de medailles houdt. Dit is Dimitri Soloviev, hij komt uit de Oekraïne. Ook van hem de tweede poging, 280 kilo. Dat zou betekenen dat hij ex aequo op de eerste plaats zou kunnen komen te staan. Hij is iets zwaarder dan Bazhev. En zou dus in deze deadlift op basis van zijn gewicht zilver kunnen krijgen. Goed. 20 kilo meer dan de rest. En daarmee zou hij dus aan de leiding komen. Na de eerste twee disciplines. En dit is Siardutin Bezev. Hij komt uit Oekraïne, 29 jaar. Het is zijn tweede deadlift. Hij ligt 22,5 kilo achter op de verdedigende kampioen. En dit moet hem lukken en dan zou hij mogelijkerwijs de titel. Maar dat lukt niet. Het is geen lift. En dat betekent dat we gaan kijken naar Alexei Nepsev uit Rusland. 280 kilo. Dit is zijn laatste deadlift. En als hem dit lukt, behaalt hij de zilveren medaille. En dat zou hem een totaal op kunnen leveren, schrik niet, van 762,5 kilogram. Schouders naar achteren, goede lift, tweede plaats op dit moment. Maar Bazhev uit de Oekraïne kan nog altijd die positie overnemen. En dan wachten we op Dimitri Soloviev. Ook voor hem zijn laatste deadlift, 282,5 kilogram. Hij is de kampioen van de Oekraïne, won al goud een keer. En dit zou hem een nieuw persoonlijk record op gaan leveren en een nieuw record van de Oekraïne. Ja, teleurstelling, maar het mag hem niet kwalijk worden genomen. Mario Schnoor uit Duitsland, 31 jaar jong. Zowel op de squat als de bench press was hij goed en nu de derde poging, 287,5 kilogram. Dat zou hem dus de tweede plaats kunnen opleveren bij de deadlift. Nou, hij mag er terecht blij mee zijn, want dat zou hem mogelijkerwijs een zilveren medaille kunnen opleveren bij de deadlift. Maar hij zal niet in het overall klassement een medaille krijgen. Dit is Siardutin Bezev. Ook dit zijn laatste deadlift. 292,5 kilogram. Hij was Europees kampioen in 1995. En hij zal dit moeten redden, wil hij het zilveren kunnen pakken dit jaar. Goeie lift. En dat betekent de tweede plaats overal in de 75 kilogram categorie, want daar praten we nog steeds over. De jury
wijze heren die toekijken hoe Benny Verbeek uit België, 32 jaar, de deadlift is zijn specialiteit. Hij is zesde overal. Was al tweede in de deadlift competitie. En had toen 292,5 kilogram bij zijn tweede poging. 292 kilo is het nu. En dat levert hem de eerste plaats op in de deadlift categorie. Voor Baziev uit de Oekraïne. Dan gaan we naar de 82,5 kilogram categorie en dit is Vasily Kurtjak. Hij komt ook uit de Oekraïne. En dat is de eerste lift. Het is een tweede squat, maar dat is u wel duidelijk. We kijken nu naar een andere discipline. 290 kilogram. Dat is hetzelfde als de Britse lifter Tony Thorsen in de eerste ronde. En hij heeft een squat nodig. Wil hij de Paul Roman Siemotsky verslaan? En dat was de man die hem vorig jaar de gouden medaille afpakte bij de wereldkampioenschap in Salzburg. Dit is Tony Thornton, 28 jaar. Hij weegt 81,9 kilo en is een production manager in Scunthorpe. Maar hij lijkt zeer overtuigd van zijn eerste lift van 275 kilogram. En u ziet dat er een hoop van die jongens omheen hangen. Gaat het mis, dan wordt het gewicht opgevangen. En dit is een hele goeie en dat houdt hem dus in de competitie. Dmitri Fedenko. Een Russische lifter. 290 kilo staan voor hem klaar. Het is een tweede poging. Het is een hele zware competitie nu. Spannend. En komen ze gelijk, dan gaat natuurlijk het voordeel naar de lichtste man. En zowel Thornton als Kurtjak zijn lichter dan Fedenko. En dat betekent dat hij op dit moment op de derde plaats komt te staan. Pieter Teuser, hij komt uit de Tsjechische Republiek. 300 kilo, dat is zijn prooi. Het was bij zijn eerste poging heel gemakkelijk, 290 kilo. En als hem dit lukt, dan komt hij aan de leiding te staan. En nu moet hij omhoog. En dat lukt hem. En dat betekent dat hij op weg zou kunnen gaan naar de gouden medaille. Maar we krijgen nog Roman Simkojak. Hij komt uit Polen. Het is zijn derde squat. 290 kilo liggen voor hem klaar. Hij is de Europees kampioen van vorig jaar. Hij faalde bij de vorige poging met hetzelfde gewicht. Dit is een heel cruciaal moment voor hem. Hij heeft slechts 280 kilo tot nu toe gehaald. Maar hij heeft meer nodig om te winnen. En dit is dus niet goed. Vasily Kurtjak, daar is hij weer. Uit Oekraïne, 295 kilo, zijn derde lift. En dat betekent dat hij 15 kilogram voorsprong neemt ten opzichte van de voormalige kampioen. Pieter Teuser heeft al 300 kilo gelift, maar is niet zo sterk als de twee andere types die nog zullen volgen. En als dit lukt, dan komt hij op de tweede plaats te staan op dit moment. Nou, niet zo'n goede start dus. Dan gaan we kijken naar de 22-jarige oude Dmitri Fedenko. 295 kilo. Het is een finale squat. En als hij dit redt, dan komt hij tweede te staan achter Teuser. Maar Tony Thornton heeft zojuist besloten voor de 300 kilogram in zijn derde poging te gaan en kan daarmee de leiding gaan overnemen. Nou, goede poging. Maar dan gaan we kijken wat Thornton kan doen. 300 kilogram. Goud.
zou dus, als hij hierin slaagt. En Peter Toijse zou falen bij zijn finale lift. Kijk eens even. Wow, 300 kilogram. En het is hem gelukt. Een jongen die ongelooflijk populair is in Birmingham. En dat mag duidelijk zijn. En dat ook graag wil laten zien. Zesde was hij vorig jaar bij de laatste wereldkampioenschappen. En zal ongetwijfeld nu de medaille omgehangen krijgen. En hier zien we nog even de slow motion van de manier waarop hij deze lift deed. En behalve deze prestatie mag hij zich ook gesteund voelen door zijn familie. Die iedere minuut van zijn optreden ondersteunt met een verbaal geweld. En dat uiteindelijk ziet bekroond met een gouden medaille en wat traantjes. We gaan er even uit. Derde poging, 187,5 kilogram liggen klaar. Hij moet hier zijn titel gaan verdedigen, maar hij functioneerde niet goed in de squat. En zal dus alles moeten halen in deze derde discipline. En dat betekent dat hij ook eigenlijk zijn persoonlijk record moet gaan verbeteren. Dat doet hij. En dat betekent dat zijn kansen verbeteren om mogelijkerwijs de titel weer in de wacht te slepen. Dan kijken we naar Vasily Kortjak. Een hele sterke vent. En dit is ook zijn laatste poging. 192,5 kilogram. Was heel sterk ook bij de deadlift. Lukt hem dit, dan zal hem dit wellicht op de derde of de vierde positie positioneren. En dat betekent dat in het algemeen klassement hij kans maakt op goud. Prachtige deadlift. En dat betekent dat hij 10 kilogram. En dat lukt hem overigens niet, maar duidelijk, dat mocht zijn. Dat betekent dat hij nog altijd 10 kilogram voorsprong heeft op de Poolse lifter Simkowiak. Dimitri Fedenko uit Rusland, 197,5 kilogram, derde poging. Hij is al in het klassement voorbij Thornton en Toijse, de benchpress. ...192,5 kilogram had hij reeds. En dit zal zijn nieuwe persoonlijke record worden, want 197,5 had hij nog nooit in zijn leven in een deadlift naar boven gebracht. Sergej Noitnoi uit Rusland, 205 kilo, 32 jaar oud. Hij liet alle anderen achter zich in de benchpress. Had al 200 kilogram naar boven gebracht. Hij opent met 192,5. En dat is voldoende voor de tweede plaats. ...82,5 kilogram deadlift. En Sergej Noknoi in zijn poging in de tweede beurt 280 kilo omhoog te brengen. Hij heeft tot nu toe 270 kilogram gehaald. Nou, dit ziet er niet best uit, dat lukt hem dus niet. Dan krijgen we de tweede deadlift van Tony Thornton. 297,5 kilogram. Hier de familie weer. En de Britse lifter is tot op heden zeer sterk bezig geweest. En zou op weg kunnen gaan naar een overal gouden medaille. Maar dat gaat goed. En luister naar het publiek die hem natuurlijk enorm van steun geeft. Goeie lift. En hij realiseert zich dat hij mogelijkerwijs een medaille kan gaan winnen.
maar hij heeft nog een goede finale lift nodig. Dmitry Fedenko uit Rusland. Hij zal 300 kilogram in zijn tweede poging omhoog proberen te krijgen. Dat zou ook de zilveren medaille kunnen opleveren. Kortiak uit Oekraïne had al 310 kilogram gelift. En de Poolse lifter Simeon Kojak, hij faalde bij zijn poging om 320 kilogram omhoog te krijgen. Tweede poging van Vasily Kortiak, 320 kilogram. Dat betekent tevens zijn persoonlijk record. En het levert hem ook de eerste plaats op als hij hierin slaagt. Het is 20 kilogram zwaarder dan wie dan ook ooit gelift heeft tot nu toe. En dat is goed. Hij kan het goud al ruiken. En dan gaan we kijken naar de Poolse lifter Roman Zimkojak. Hij faalde dus, zoals eerder gezegd, bij 320 kilogram. En dit is zijn tweede poging. En dat houdt dan de strijd nog open. Het ziet er goed uit. Ja. En dan is het wachten nog op de finale lift van hem. En de klok tikt ook voor Vasily Kortiak. Die bij zijn derde poging 327,5 kilogram omhoog probeert te liften. Dus er is 20 kilo bijgekomen. Alleen Zimkojak zou hem nog kunnen verslagen. Of verslaan moet ik zeggen. Nou, dit lukt dus niet. Maar hij hoeft niet al te teleurgesteld te zijn, want hij heeft 800 kilogram in totaal bij elkaar gelift, gebenchpressed en noem maar op. Het wordt tijd dan om te kijken naar Zimkojak en hoor de muziek eens op de achtergrond. De muziek voor de Pool. 332,5 kilogram ligt klaar. Er gaat wat mis hier. 38 jaar oud. En hij is de wereld- en Europees kampioen van de afgelopen 3 jaar. Schouders nog naar achteren. Nee, dit is niet goed. Tony Thornton zou daarmee op de 4e plaats komen. En dan gaan we naar de 90 kilogram squat. Alexander Tikhanov uit Rusland. 10 kilogram loopt hij achter. Maar dit is een tweede poging, 325 kilogram. Dat zou hem dan weer terugbrengen aan het front. En daarmee zou hij aan de leiding komen in de 90 kilogram gewichtsklasse. Naar beneden en weer omhoog. Heupen iets achter de knieën en dan weer recht omhoog. En dan krijg je even een klein hulpje. So far so good. Dan krijgen we uit Noorwegen, ook geen kleine jongen, Erik Strikkelstad. En hij zal in zijn tweede poging 335 kilogram omhoog trachten te brengen. En dat houdt de strijd gaande in deze 90 kilogram klasse. Zakken. Heupen iets onder de knie. En wat zien we? Een goede lift. En dat betekent dat hij opnieuw aan de leiding komt te staan. En het antwoord komt dan van de Rus. De derde poging. De derde squat van Tikhanov. En hij gaat op safe met 330 kilogram voor deze poging. De knieën zijn helemaal ingebonden, zodat de jongens zich nauwelijks kunnen voortbewegen, dat ziet u. ...330 kilogram. Oh.
Nee, dat lukt hem niet. 325 kilogram blijven staan. Hij ligt nu 10 kilogram achter op de Noor. En dan kijken we naar Erik Stikkelstad erken. Stikkelstad uit Noorwegen. Hij won al de squat in zijn categorie. En hier liggen 340 kilogram op hem te wachten. Dat betekent, als ik het wel heb, een nieuw nationaal record in Noorwegen. Daar gaan we. De jury kijkt. En dit is een afgrijzelijk moeilijk moment. Hij slaagt daarin. En dat betekent dat hij 15 kilogram voorsprong heeft genomen ten opzichte van de Rus. En als hij op deze manier door kan gaan, dan kan hij het overal klassement in zijn categorie op zijn naam gaan schrijven. En kijk eens naar deze slow motion, die ons een hoop laat zien over de techniek die de mannen gebruiken. Hier had hij het even lastig, maar gaat rustig door. En is natuurlijk zeer tevreden met deze lift. Dat laat zijn gezicht al zien. Dan gaan we naar de 90 kilogram categorie, de deadlift. Het is Stikkelstad die hier een poging zal doen om 325 kilogram omhoog te liften. Deadlift. Dikanov was al sterker dan Stikkelstad in de benchpress. Ondanks dat hij faalde bij zijn derde poging. En er is dus nu 10 kilogram tussen de beide heren. En dan kijken we naar de start van de deadlift. En dat lukt. En dat betekent dat de Noor er weer akelig dichtbij komt. En dat zou wel eens een gouden medaille kunnen opleveren voor de Noor. Het is in elk geval een nieuw nationaal record. En dan krijgen we de laatste lift van Alexander Dikanov, 337,5 kilogram. Alles of niets poging om de gouden medaille mogelijkerwijs zeker te stellen. En het is ook heel belangrijk voor de teamcompetitie. Het is iets te veel en wij gaan er even uit om plaats te maken voor wat reclame. Tot zo. Kijken naar de 110 kilogram squat. Jürgen Lindberg uit Zweden. 345 kilo, tweede poging. Hij was de enige Zweed dit jaar bij het Europees kampioenschap. Dan het wachten op Volodymyr Ivanenko uit de Oekraïne. Tweede poging. Bij de eerste poging ging er wat mis, verloor zijn concentratie. Maar hij kan heel wat meer en dat laat hij hopelijk nu zien. Hier is hij beter geconcentreerd. Zijn grote rivaal Clive Henry moet dan nog komen. En hij is natuurlijk een lokale lifter. En dat betekent dat de Britse kampioen mogelijkerwijs Ivanenko kan verdrijven van die eerste plaats. Mede dankzij een hele trage start. 375 kilogram. Het is een tweede poging. En slaagt hij hierin, dan komt hij daarmee aan de leiding. En het lukt hem. 375 kilogram. Maar dan komt het antwoord uit Zweden. 30 jaar is hij. Jürgen Lundberg. Het is een tweede poging. En 345 kilo.
betekent dat hij daarmee weer volop in de strijd is, als hij erin slaagt. Goeie lift. Ja. Daar krijgen we uit België Hugo de Grauwe. Hij is 43 jaar. Weegt 108,3 kilo. Schoon aan de haak. Het is zijn derde squat. Voor hem liggen 352,5 kilogram. En slaagt hij erin, dan komt hij daarmee op de derde plaats te staan. Ja, een goede lift voor Hugo. En dat betekent een nieuw Europees Masters record. Maar dan wordt er nog wat bij van toegevoegd voor deze Volodymyr Ivanenko uit Oekraïne. 375 kilogram. 42 jaar oude zakenman uit Tcherkasy, is getrouwd en heeft een dochter van 11 jaar die ongetwijfeld zal toekijken hoe zijn vader of haar vader dit gaat lukken. En dat lukt hem. En laten we nog eens even kijken naar die goede lift. Hier zien we dat. Volodymyr doet het uitstekend voor het team uit Oekraïne. Dan Clive Henry, de lokale held. Hij vroeg 380,5 kilogram voor zijn finale poging. En hij kreeg dat natuurlijk. Ivanenko 375 kilogram bij zijn laatste poging. En dat betekent, slaagt deze Clive hierin, dat hij daarmee op de eerste plaats terecht zou komen. Ooit heeft hij al in een vriendschappelijke ontmoeting tussen Zuid-Afrika en Birmingham verleden jaar 380,5 kilogram gelift. Kijken of hij het nu weer kan doen. Nou, dat is een teleurstelling voor Clive. Hij wilde absoluut dat record hebben, maar dat lukt hem dus niet. En dat betekent dat hij in de squat op een 375 kilogram blijft hangen samen met Ivanenko. Maar omdat hij iets lichter is, de man uit Oekraïne, levert hem dat de eerste plaats op. We gaan naar de 110 kilogram. En we kijken dan naar Jörg Schmidt, 30 jaar oud, uit Karlsruhe komt hij, Duitsland. Hij weegt 109,5 kilogram. 195 kilogram. Bij zijn derde poging. Dat betekent dat hij daarmee in de medailles zou kunnen blijven. Want hij is ongelooflijk goed in de deadlift. En dit is ook een goede lift voor Jörg. 210 kilogram gaan dan naar Clive Henry. Hij zal er nog wat tegenaan moeten gooien. Wil hij Ivanenko uit de Oekraïne kunnen verslaan? Dus voor hem is het zaak. Nee. Dit lukt dus niet. En dat kost hem waarschijnlijk de gouden medaille overal. En alles zal afhangen van de deadlift. De volgende is uit Zweden, Jürgen Lienberg. 215 kilogram. Nadat dus Clive Henry faalde, was het deze Zweed die de zilvermedaille pakte in de benchpress.
maar hij jaagt natuurlijk op de overall titel. 215 kilo, zoals eerder gezegd, en het is zijn derde poging. Let op zijn voeten. Je moet ze vlak op de grond houden voor een goede lift. Nou, kijken of hij erin slaagt. Okay. Had wat problemen. En dan gaan we naar Volodymyr Ivanenko. Derde poging, 225,5 kilogram. Ljungberg en Henry faalden beide met het gewicht. En dat betekent dat, mocht hij hierin slagen, Ivanenko aan de leiding komt. Nou, dat is een hele eenvoudige zaak voor deze Ivanenko. Hij komt daarmee met 17,5 kilogram op voorsprong voor Clive Henry. En meer dan 40 kilogram heeft hij dan voorsprong op Ljungberg. Dan gaan we naar de deadlifts met de Britse lifter Clive Henry. 310 kilogram bij zijn eerste deadlift. Maar hij poogt nog altijd om nog iets meer omhoog te tillen. Als hem dit niet lukt, dan komt deze Britse kampioen, die overigens in Birmingham woont, in de problemen. Maar hij is blij. Jörg Schmidt, de Duitser, hij verzocht om 332,5 kilogram voor zijn tweede poging. Dat betekent de tweede plaats in de deadlift. Maar hij zal toch iets meer moeten presteren om in het overal klassement in de medailles te komen. Goeie lift. En als anderen nu fouten gaan maken, dan zou hij mogelijkerwijs een medaillekandidaat zijn. Dan komt hij, Volodymyr Ivanenko uit Oekraïne. 335 kilogram liggen klaar. En dat is een persoonlijk record in de deadlift. 320 kilogram, dat haalde hij al een keer bij zijn eerste poging. Zo. 20 kilogram voorsprong nu ten opzichte van Clive Henry. En dan is het Clive Henry voor de volgende lift. De Zweed Jürgen Lundberg deed niet mee aan die tweede poging. 322,5 kilogram. En dat lukt hem. En dat betekent dat hem mogelijkerwijs de zilveren medaille. En de jury keurt het goed. De zilveren medaille te wachten staat. En er wordt druk op de schouders van Ljungberg gelegd. Beste resultaat overigens voor de Brit. 340 kilogram dan nu voor Volodymyr Ivanenko. Hij is al vrij zeker van goud. En ondanks dat deze lift slaagt, mocht hij daar niet in geslaagd zijn, dan had hij sowieso al een voorsprong van 30 kilogram ten opzichte van Henry. Maar het is wederom een nieuw Masters wereldrecord voor de gouden medaille kandidaat Volodymyr Ivanenko. De finale deadlift voor Jörg Schmidt, 340 kilogram. Hij ligt vierde op dit moment. Nou, dat lukt dus niet. Jürgen Ljungberg, 340 kilogram. Dit is dus 32,5 kilo. Zwaarder dan zijn laatste poging. Dat is nogal wat.
En slaagt hij erin, dan zal hij gelijk komen met het totaal van Henries. En zal hij de zilveren medaille van de Brit afpakken. Dit is iets te veel. En dat betekent dat zijn strategie gefaald heeft. Kijk even de manier waarop het ging. Ivanenko goud dus, Clive Henry zilver. En wij gaan er even uit. Tot zo na de reclame. Naar André Stanasek. En dan hebben we het over een man die slechts 52,5 kilogram weegt. Stanasek had een totaal van 587,5 kilogram. En dit is 275 kilogram. En dat betekent een nieuw wereldrecord bij de squat. Hij is overigens de regerend wereldkampioen. En heeft de gewoonte om zowel de Europese als de wereldtitels aan barrels te liften als hij deelneemt. Dan de echt zware jongens, de super zwaargewichten. 125 kilogram categorie. Maxim Patini uit Rusland, 360 kilogram, tweede poging. Hij had al 340 kilogram gehaald bij zijn eerste poging. Hij is 25 jaar, student in Ekaterinburg. Goeie lift. En het zijn er niet alleen maar Russen, want uit Oostenrijk is onze volgende kandidaat afkomstig. Met een mooie naam, Leopold Krendel. 370 kilogram, tweede squat. Hij won de bronzen medaille bij de laatste wereldkampioenschappen. Die werden overigens gehouden in Salzburg. Ze noemen hem de vriendelijke reus. En laten we eens kijken waarom. Nee, dat lukt niet. En hij heeft een achterstand van 10 kilogram op Sturla Davidsen uit Noorwegen. De volgende kandidaat in deze 125 kilogram en meer klasse is de Rus Rif Gadiev. 370 kilogram, hij faalde bij zijn eerste poging bij dit gewicht. En in een alles of niets poging probeert hij nu dus wederom die 370 kilogram naar boven te liften. Hij is de zwaarste jongen in het gezelschap. Hij weegt maar liefst 145,5 kilogram. En ondanks dat hij hier in zal slagen, het is een goede lift zo te zien, blijft hij nog altijd op achterstand. Want we hebben ook een Nederlandse lifter. En dat is Cor Jansen van Jorksveld. Hij vroeg namelijk om 372,5 kilogram. Dat is zijn tweede poging. En mocht hij hierin slagen, dan betekent dat een nieuw persoonlijk record voor Jansen van Jorksveld. En de derde plaats tot nu toe. Op de dag dat hij in actie komt, waarvan deze beelden, viert hij zijn verjaardag. 34 jaar is hij vandaag geworden. Concentratie. 372,5 kilogram. En het lukt. Dan de lichtere 125
kilogram klasse is het de Noor Sturla Davidsen, die om 392,5 kilogram vroeg. Hij is 33 jaar jong, heeft al de leiding met 380 kilogram. En dit betekent een nieuw persoonlijk record in de squat. Net niet. Of net wel. Nee dus. ...125,5 kilogram en meer, dat is de klasse waarin Viktor Nalekin uit de Oekraïne vooruit komt. Hij begon dus met 380 kilogram, dat is meer dan zijn concurrenten tot nu toe. En de 395 kilogram die nu voor hem klaar liggen betekent een nieuw Europees mastersrecord voor deze 44 jaar jonge sportcoach uit Kiev. Of Kiev moet ik zeggen. Goed, en nou omhoog nog. En het is een goede lift. En dat betekent dat hij en Spinov mogelijkerwijs het goud pakken in de teamwedstrijden voor de Oekraïne. En wie is deze zware jongen? Dat is Leopold Krendel uit Oostenrijk. 370 kilogram. Het is zijn tweede poging met dit gewicht. ...350 kilo, dus heeft hij al een goede poging in ondernomen. Dat staat in elk geval. En dat zou hem in elk geval de derde plaats kunnen opleveren. Nee. Get Janet. Dat ging dus inderdaad niet. En we laten dus de 350 kilogram staan. Dit is Maxime Potony uit Rusland. 370 kilogram. Derde poging. Dat zou zijn persoonlijk record verbeteren. En dat leverde hem mogelijkerwijs ook de tweede plaats op. Het is een jonge lifter. Een goede poging en een goede lift ook van deze jonge Rus Maxime Potony. Dan in de klasse 125 kilogram en meer is het Yuri Spinov. Hij vroeg om 425 kilogram. En daarmee, dat mag duidelijk zijn, neemt hij de leiding over. Hij opende met 400 kilogram. Hij faalde bij 420 kilogram. Maar heeft duidelijk erg veel vertrouwen in zichzelf. Want nu dus 425 kilogram. En dat lukt hem. En daarmee neemt hij een voorsprong van maar liefst 45 kilogram aan het eind van de squat. En dat leverde hem ook een nieuw Europees record op. De bench dan. Sturla Davidsen uit Noorwegen. Tweede poging, 232,5 kilogram. Na winst in de squat zal ook Davidsen, mocht hij hier winnen, deze bench press op zijn naam kunnen schrijven. Hij heeft in elk geval een voorsprong van 20 kilogram ten opzichte van de Rus Maxime Potony. Dit is een andere Rus, Rif Gadjev, 33 jaar. ...252,5 kilogram.
goede lift. En dat betekent dat er een onderscheid zit van 7,5 kilogram bij de top 4 mannen. Dan gaan we naar Leopold Krendel, de Oostenrijker. Finale lift. 327,5 kilogram. En dat levert hem in elk geval, mocht het hem lukken, de bronzen medaille op. Nou, hij is er niet ongelukkig mee. En dan krijgen we de laatste. En dus de derde deadlift van de Noor Sturla Davidsen. 357,5 kilogram. Een nieuw persoonlijk record. En het is ook de beste deadlift. In elk geval zilver in deze categorie. En wellicht de gouden medaille overal. Nelle Kien, laatste lift in de 125 en meer klasse. Alle anderen faalden bij de derde poging. ...365,5 kilogram. In de teamwedstrijden is het natuurlijk de Oekraïne die de gouden medaille pakt. Dan gaan we nog even naar deze man. 357,5 kilogram liggen voor deze jongen klaar. Maxim Potini uit Rusland. Hij is lichter in vergelijking met de Noor en dat zou mogelijkerwijs dus de gouden medaille kunnen opleveren. Nee, dat wordt zilver in de 125 kilogram categorie. Victor Nelle Kien wint dus in de 125 kilogram en meer categorie en brengt het goud naar de Oekraïne. I'll be back.